De wet controle valutaverkeer en transactiekantoren, kortweg genoemd valutawet, moet vooral ordening brengen in het valutaverkeer in Suriname. Echter, niet een ieder lijkt hiervan overtuigd en worden er verschillende interpretaties op nagehouden. Parlementariër Daniela Sumter verduidelijkt het belang van deze wet. Het belang van Suriname is dat we eindelijk ordening zullen krijgen met betrekking tot onze valutaverkeer. U weet, de laatste aanpassing die we hebben gedaan met betrekking tot deze wet was in 2012. Wat we echter hebben gemerkt was dat we te veel speculatie kregen op de markt. Los van de speculatie hebben we gemerkt dat te veel illegale transacties plaatsvonden. En als dat niet erg genoeg was, het moment waarop de overheid wilde optreden, was het dat de wet niet duidelijk genoeg was om daarin te voorzien. Met het gevolg dat alles dat we in beslag hadden genomen, de mensen die we hadden gearresteerd, we alles gewoon weer moesten loslaten. Wanneer dat dus gebeurt, dan weet je dat het echt de tijd werd. En kijk, mijn persoonlijke mening, dit ding moest al lang gebeuren. De overheid moest al lang deze wet hebben goedgekeurd, hebben aangepast. Toen men mij dus benaderde dat we het zouden aanpassen, was ik al heel blij. Omdat ik zelf vanuit het ministerie van Handel en Industrie toen meemaakte hoe wij dus eigenlijk helemaal niets eraan konden doen als men op zo'n manier aan het speculeren was. Wat we dus hebben gedaan is dat we die wet hebben aangepast. We hebben gesprekken gehad met stakeholders. Niet alle stakeholders zijn jammer genoeg gekomen, waaronder de banken. Maar van de andere stakeholders die zijn geweest, zijn we meer te weten gekomen. We zijn te weten gekomen dat de valutavlucht erger is dan we dachten. Dat men veel meer speculeert. Dat er niet genoeg controle is om te zien wat de cambio's dus eigenlijk doen. Er is niet genoeg transparantie. Er werd te veel gedoogd en dat moesten we veranderen. Dus met de aanname van deze wet betekent het dat we al deze zaken hebben besloten aan te pakken. Ja. En in hoeverre bent u ervan overtuigd dat met de afkondiging van deze wet de burgers van Suriname in voldoende mate beschermd zijn tegen de onrealistische koersstijgingen? Kijk, laten we het. Je hebt een heel mooi woord gebruikt als laatst, koers. Mensen hier in Suriname moeten zich geen zorgen maken over een koers. Het woord koers moet niet in hun dagelijkse vocabulaire plaatsvinden. Het moet niet gebezigd worden in hun dagelijkse vocabulaire. Het woord, de Surinaamse dollar, moet gebruikt worden. Wanneer iemand iets wil kopen, wanneer iemand iets wil doen, dan moet men dat kunnen doen in Surinaamse dollars. Omdat men te veel dat woord bezigde, ging men zich daarop concentreren. Het leek gewoon alsof iedereen dat nodig had. En dat is het geval niet. Surinamers hebben Surinaamse dollars nodig om hun inkopen te doen. En geen vreemde valuta. Dus als u me zegt, dan is dat de zekerheid die we nu geven aan de Surinaamse burgers. Dat wanneer ze een auto willen kopen, dat ze moeten kijken en zeggen, oké, het kost zoveel SRD's. Goed, ik ga nu SRD's sparen om dat te doen. En niets van geen enkele vreemde valuta. Men heeft heel veel kritiek op die wet. En het lijkt, men betichtigt ons ervan dat het erop lijkt alsof deze dingen uit de lucht zijn gegrepen. Deze artikelen uit de lucht zijn gegrepen. Die artikelen zijn niet uit de lucht gegrepen. Het zijn best practices en het zijn zaken waar andere banken, andere ondernemers, andere productiebedrijven, mensen die reizen naar het buitenland, zich aan moeten houden. Wanneer je in het buitenland bent, je mag noemen welk land je wil, ga jij niet daarop ze komen zeggen, ik betaal met dollars. Met uitzondering van dat land die dus dollars als munteenheid heeft. Ieder gaat van je eisen dat je dat doet in hun valuta. En dat je dat ergens moet wisselen, zoals het hoort.
er zijn regels ten aanzien daarvan. En die regels moeten ook voor Suriname gelden. Die regels moesten al lang gelden voor Suriname. En dat gaat uiteindelijk wel gebeuren. En daar ben ik wel blij om voor Surinamers. Toch? Dat wij, evenals andere landen, controle hebben en ordening hebben met betrekking tot valutaverkeer. Valutaverkeer moet zijn bij diegenen die zich ermee bezighouden. En niet de Surinaamse bevolking of de samenleving. Het enige waar ze zich mee moeten bezighouden bij valuta is precies zoals we dat hebben aangegeven in de wet. Je mag je dollars gaan kopen. Jij mag je dollarrekening nog hebben. Jij mag ervan afhalen. Je mag storten als je dollars hebt. Je mag geen transacties plegen in Suriname met die dollars. Wat je wel mag doen is dat als iemand zegt van hey, doe dat in dollars, dan maak je dat over. Dan mag je dat wel giraal doen. Maar wat het belangrijkste in deze is, is dat wanneer mensen dat soort transacties gaan plegen, dat ze het alleen maar in SRD hoeven te doen. Dat ze zich geen zorgen meer hoeven te maken over de US dollars. Het enige moment waarop je dus echt wel mag zeggen dat jij nu wil beschikken over US dollars, is zoals het altijd is geweest, voor studiedoeleinden, voor medische doeleinden, voor het reizen. En er is ook nog eentje voor het aanzuiveren van je creditkaart. Zoals je weet hebben sommige burgers een creditkaart waarmee ze in het buitenland ook gewoon hun betalingen doen. Maar er is ook een reden waarom je ziet dat dat gebeurt. Omdat het van belang is. Suriname moet leren om nog meer transparantie te brengen in transacties door middel van het giraal verkeer. Binnen het giraal verkeer zie je gewoon alles dat er gebeurt. En daarom hebben mensen dan ook een creditkaart. Want inderdaad, wanneer je ergens gaat in het buitenland, wil men vaak genoeg ook geen cash. Men eist een creditkaart. En daarvoor hebben wij dus gezorgd dat een vierde aspect erbij is wanneer je dollars wil kopen. Dat je dollars moet kunnen kopen als jij je creditkaart moet aanzuiveren. En de bank gaat niet zeggen dat ze dat niet zien. Want ze gaan zien wat voor transacties je pleegt. En op basis daarvan moeten ze dat wel beschikbaar stellen. Ik heb er enorm moeite mee dat ik persoonlijk zelf ook wel heb ervaren. Dat ik bijvoorbeeld betalingen moest plegen. Ik heb bijvoorbeeld ook een creditkaart. Ik kreeg helemaal geen dollars beschikbaar ervoor. Ik moest kijken hoe of waar. En dat moet helemaal niet gebeuren. Dus er is controle nu. Er is ordening nu. En laten we ervoor zorgen dat de dingen gaan zoals ze moeten gaan. En niet dat losbandig gedrag dat plaatsvond. Waar mensen al lang blij waren dat er helemaal niet werd gecontroleerd. En dat er helemaal geen toezicht was op zaken. Dus daar ben ik wel heel enorm blij om. En dat is dus wat het ook wel gaat betekenen voor de Surinaamse burger. Nou, voor zover ik het weet en ik me kan herinneren, is het zo dat we een overbruggingsperiode gaan hebben. Wat die wet gaat betekenen, is dat we de mogelijkheid ook hebben dat omdat de productie niet al te veel kan opbrengen. We hebben wel exporten, dus die exporten gaan geleidelijk aan. Als gevolg van die repatriëring gaan wij een deel van de exporten, exportgelden die binnenkomen, die gaan wij kunnen, die gaan het moeten verkopen aan de centrale bank. Het mooiste ervan is dat we dan toezicht gaan hebben als al het geld waarmee geëxporteerd wordt, dat geld dat wordt verdiend als gevolg van de exporten, we gaan kunnen zien dat alles binnenkomt. Wat we ook gaan kunnen zien, en dat is ten aanzien van de exporten. Wat we ook gaan kunnen zien, is hoeveel de cambio's verkopen. We gaan kunnen zien omdat zij hun vreemde valuta tegen een winstmarge gaan moeten verkopen aan de banken. Dat is wat de regels stellen. Daar gaat er dus meer transparantie zijn. Ten aanzien van importen en ondernemers moet het dan de bedoeling zijn dat we onze valutareserve zodanig gaan opbouwen geleidelijk aan. Daarom is het ook niet de bedoeling dat iedereen plotseling gaat rennen. Maak kenbaar hoeveel het is dat je nodig hebt. Volg de procedures. Wat we hebben gezegd is dat we dat geld beschikbaar gaan stellen aan importeurs en ondernemers. Je gaat het moeten doen door documenten over te leggen en door aan te geven hoeveel je nodig hebt. Als blijkt dat u aangeeft dat u
20.000 nodig heeft, maar u gebruikt maar 10.000, mag de bank er melding van maken of wie dan ook en er wordt opgetreden. Je krijgt, je gaat het verschil moeten storten, dat is één. Plus je krijgt er daar nog een boete op. Wanneer het gaat om economische delicten, ben ik de mening toegedaan dat je mensen gewoon keihard op basis van boetegelden dat weer moet opleggen. Zodat men weet dat men het gewoon niet doet. Daar doet het mensen het vaakst pijn. Daar treft het mensen. Wanneer men weet dat men boetes moet betalen. En als die controle er is, dan is dat goed. Dus los van het verschil van importgelden die je nodig hebt, die je gaat aangeven, is het dan ook zo dat als het blijkt dat jij een import hebt, het geld is nog niet gebruikt, dat het ministerie of het toezichtsorgaan ook een beroep op je kan doen als gevolg van die melding. Want er gaan nu verschillende punten zijn van controle en rapportage. En een zodanige keten dat de banken nu ook zullen, verplicht zullen moeten melden. En dat als gevolg daarvan het toezichtsorgaan ook zal moeten optreden. Als die niet optreedt, dan gaat een andere wet van ons, de anticorruptiewet, die gaat dan ook in werking treden. Dus niemand gaat eraan ontsnappen en niemand kan zeggen, ik ga voor jou door de vingers kijken. En daar wil ik wel heel erg hard op drukken. Dat we dat doen. Dat we controleren en dat de handhaving stringent wordt toegepast. Want dan alleen gaat deze wet werken. Maar dat is dus eigenlijk een beetje een samenvatting van wat er gaat gebeuren als men denkt te speculeren. En nu is gebleken dat de banken, enkele bedrijven, moeite hebben met deze wet. Wat zegt u daarop? Waarom denkt u dat er zo'n een ontevredenheid plotseling is? Ik denk dat het is omdat er meer controle gaat zijn. We hebben limieten gelegd aan zaken voor mensen. We hebben meer transparantie gebracht in zaken waarbij mensen meldingen moeten maken. Wat werd gedoogd, gaat niet gedoogd meer worden. We kunnen strenger optreden wanneer mensen dat doen, want vroeger werd dat niet gedaan. Als de centrale bank melding kreeg dat een of andere bank in afwijking was van de regels, merkten we niet dat dat gebeurde. En nu gaan we dat wel eisen als gevolg van deze wet. De centrale bank gaat moeten optreden. En niemand gaat kunnen zeggen dat er ergens een afwijking is of dat het niet sterk gedefinieerd is. Want er is nu wel een toezichtsorgaan in het leven geroepen als gevolg van deze wet. Waar alle belangrijke monetaire autoriteiten er zijn. Waar justitie erbij is. En waar handel, industrie en toerisme. Nou, handel en industrie is het belangrijkste in deze. Waar die wel erin zitten. En allemaal verplicht bij elkaar moeten komen om deze zaken te handhaven. En ik denk dat ze daar dus eigenlijk moeite mee hebben. Ik heb nog niet vernomen waar ze expliciet moeite mee hebben. Maar van wat wij hebben begrepen bij de behandeling van de wet, was dat het een beetje een losgevochten boel was. Bij de banken, bij de cambio's, bij andere handelaren. Handelaren die zelf beschikking kregen van de overheid over valuta, speculeerden zelf daarmee. Omdat ze niet iets zoveel nodig hadden. Maar ze gaven dat aan, anderen kregen niet. Het ging gewoon heel oneerlijk aan toe. En ik denk dat dat dus wel gaat moeten veranderen nu. Ik hoop niet dat ik, zoals het in de praktijk gebeurt, dat mensen gewoon weer gaten en mazen gaan zoeken om weer corrupte praktijken te doen plaatsvinden of oneerlijke praktijken te laten plaatsvinden. Want dat gebeurt meestal binnen de financiële sector. Men gaat echt altijd een gat vinden. Maar ik hoop bij deze niet. Het heeft mij hoop gegeven en ik kan niet wachten om de wet in uitvoering te zien gaan. Wat wel het belangrijkste is voor mij, is dat ik zeg dat de regering wel er naartoe moet werken samen met de centrale bank. Om als gevolg van deze maatregelen, wanneer de vreemde valuta binnenkomt, dat we werken naar een bepaalde minimum. Terwijl wij dus eigenlijk de calculatie hebben van luisteren, zoveel importen hebben we, hiervoor hebben we dekking nodig. Hiervoor hebben we dus uitgaven, hiervoor hebben we inkomsten. Dit is het tekort, dit hebben we nodig, maar dit moet naar onze reserves gaan. Dan moet dat gewoon ook op die manier plaatsvinden. Laat men gewoon alles op papier leggen, kijken hoe dat moet. En op basis dan van hun financial management doen, samen met de banken. En nu hebben we gezien dat de centrale bank een stuk in een van onze online sites...
op een van onze online sites heeft geplaatst, waar woorden van gelijke strekkingen de governor aangeeft dat met deze wet de centrale bank wordt uitgehold. Wat zegt u daarop? Ik heb daar nog geen bewijs van. Ik heb het lichtjes vernomen. Ik heb niet in detail de brief gelezen, maar men heeft me dat wel gezegd. Ik heb op social media even iets kunnen vernemen, waarvan ik zeg dat dat nog niet hoeft. Er wordt nog een staatsbesluit geslagen als uitrol van deze wet. Als er zaken zijn die we moeten meenemen om de fijnere zaken te controleren. Als de bank zegt, en mooier nog, de bank krijgt ook een overbruggingsperiode. Binnen enkele dagen van het publiceren van die wet moet de bank aangeven hoe of wat er is, zodat er een overbruggingsperiode in acht genomen kan worden. Zelf dat hebben we meegenomen. Als er dus zaken zijn, had ik heel graag op papier vastgesteld, op basis van cijfers, zodat we kunnen zien, op basis van een simulatie, wat het is dat ze denken dat ze bedoelen. Dat is wat we willen. En eenmaal we het hebben over de centrale bank, heeft de centrale bank wel een degelijke rol bij dit alles? Natuurlijk. Natuurlijk heeft de centrale bank een heel belangrijke rol. We weten dat de belangrijkste actoren in deze de monetaire autoriteiten zijn. Daarin heb je dus de centrale bank, het ministerie van Financiën en de deviesencommissie. Daarnaast heb je de justitiële autoriteiten. Justitie zit erbij. En natuurlijk heb je ook wel, want je moet inzage hebben over importen en exporten. Oh, en dat is toch iets dat ik moest vertellen. Er is ook een aspect meegenomen binnen deze wet, dat als onze goederenbalans een afwijking vertoont, we merken dat van een bepaald aspect er te veel importen zijn waar het niet voor nodig is. Want wat wij willen is dat de basiselementen beschikbaar moeten zijn voor de mensen. Die moeten te alle tijden geïmporteerd kunnen worden en daarvoor moet er genoeg valuta beschikbaar zijn. Maar als we merken, en dat is iets dat je gaat zien op basis van de exporten, de importen van 2019, er is verschrikkelijk veel aan luxe goederen geïmporteerd. Je gaat merken dat winkeliers die ijskasten, airco's, van alles en nog wat verkochten, geen klachten hadden. Omdat mensen kochten van zo heb je me niet. En de importen geven dat aan. Wat betekent dat er wel degelijk koopkracht was. Maar er was dat voor luxe goederen. Je gaat dan zien dat er een tekortkoming gaat zijn in je beschikbare valuta. Wij gaan nu inderdaad dat even van tijdelijke aard, want je gaat dat niet constant doen. Als we merken dat de importen voor luxueuze goederen veel hoger zijn dan de basisgoederen importen, dan gaan wij tijdelijk wel een aanpassing doen daar en maatregelen treffen bij de importen van deze luxueuze goederen. Alleen maar zodat we kunnen zorgen dat de werkelijke valuta's gebaseerd kunnen worden op dat wat we nodig hebben. Dus dat is ook iets waar je, maar dat gaat tijdelijk. Je kan dat niet altijd doen, toch? Dat is een beetje niet zoals dat gaat binnen de liberalisatie van het handelsgebeuren. Maar dat, is dus, dat zijn dus eigenlijk ook wel zaken die zullen plaatsvinden. Dus ja, zo zal het dan eigenlijk een beetje aan toe gaan. Ja. Hadden we alles gedaan? Ja. Ik wilde wel even spieken, want ik kreeg... Oh ja, nog één. In hoeverre is deze wet in strijd met andere wetten die er al zijn om valuta gebeuren in Suriname te reguleren? In hoeverre is deze wet in strijd met andere wetten die er al zijn om het valuta gebeuren in Suriname te reguleren? Voor zover wij het weten is het niet een overtreding. Het is juist een verscherping. Wat er wel gaat moeten gebeuren is dat er een aanpassing gaat moeten plaatsvinden van de bankwet. We willen enkele andere zaken daarin verscherpen. Alleen maar voor de bescherming van onze valutaverkeer, maar ook onze valutareserves. Wat we wel weten is dat in het verleden je misschien had, je had de wet herleiding, guldens naar Surinaamse dollars. Daar werd er in een van de artikelen, ik dacht artikel 9, had twee artikelen waarin werd aangegeven dat alle prijzen in SRD uitbetaald moesten worden. Maar dan had je artikel 2, die gaf aan dat de mogelijkheid bestond dat mensen nog prijzen in valuta mochten aanbieden. Gelukkig geeft die wet aan dat als er een wijziging komt in een andere wet,
dat die wet zal overtreffen. En dat gebeurt dan in deze. Deze wet is dan gewoon geld veel hoger in dit geval dan die andere wet.